Welkom hier bij de Hair Award in 2022. Na 2 jaar afwezigheid, vorig jaar natuurlijk door corona, dit jaar weer de Hair Award. Een iets afgeslanktere versie. Normaal gesproken doen alle onze studenten mee, in ieder geval van de eerstejaars. Nu zijn dat er wat minder, omdat we toch natuurlijk een beetje met de maatregelen te maken hadden. Hebben we nu de beste studenten van elke klas, 3 van elke klas, geselecteerd. En die zien jullie shinen hier op de achtergrond. Waar ze bezig zijn met het thema Futuristic Hair Awards. Dus alles wat nog een beetje futuristisch is en te maken heeft met de toekomst, wat futuristisch uitziet, dat ziet u hierachter. En dat is alles wat met haar te maken heeft, maar ook onze studenten hebben rekening gehouden met kleding en make-up. Dus eigenlijk een totaalplaatje gaan ze hier verzorgen vandaag voor ons. Er is zeker een wedstrijdelement in. Ze worden beoordeeld door een jury. En wat het nog wat extra spannend maakt voor de student, of misschien nog wat extra motivatie geeft, is dat zij naar aanleiding van wat ze hier laten zien, ook nog uitgeloot kunnen worden of uitgekozen kunnen worden voor de kunst van. En dat is een landelijke kapperswedstrijd. En dat weegt natuurlijk wel een beetje mee bij een student. Ja. Dus het is eigenlijk heel spannend. Ja, het is heel spannend. Ik heb ook net wat studenten gesproken en ik moet ook eerlijk zeggen, ze vinden het ook heel spannend om te doen. Ja, maar het belangrijkste is dat ze het leuk vinden natuurlijk. Ja.